Vandaag ben ik op bezoek bij professor Herman van Praag, hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit van Maastricht. En we zullen een gesprek hebben over het thema levensbeschouwing en wetenschap. Professor van Praag, kunt u om te beginnen vertellen waarom u ooit wetenschapper bent geworden? Ja, niet zo'n makkelijke vraag. Word je dat bewust en is dat je intentie? Dat kan ik niet helemaal zeggen. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in vragen en vraagstukken. En een van de dingen die me al op de middelbare school bezig hield, maar in ieder geval dus me bijzonder interesseerde, was toch lichaam-geest. Hè? Ik vroeg me toen al af, het is toch eigenlijk een godswonder dat die 1,5 kilo sponsige massa in dat hoofd ons in staat stellen te zijn wie we zijn. Hè? En hoe ligt nou dat verband? Hoe is het mogelijk dat die miljarden zenuwcellen, dat die dus verantwoordelijk toch zijn voor ons denken, ons voelen, ons willen en wat al niet. Dus dat is een vraag geweest die me bezig hield. Toen ik dus geneeskunde ging studeren, heb ik me al vroeg afgevraagd waarin ik me dan zou specialiseren. Ik heb even nog gedacht buiten de hersenen aan interne geneeskunde, maar en vooral endocrinologie, maar dat vond ik toch, dat was toen dus een heel klein gebied toen ik begon in 1948. Toen dacht ik zeer aan psychiatrie, maar omdat dat een vak was ver weg van de biologie. Het was me helemaal gedomineerd door filosofische en psychologische theorieën. Dat vond ik te weinig, toch aansprekend voor mij. En toen had ik gedacht aan neurologie, dat ben ik gaan doen. Maar net toen ik begon met de psychiatrie, want je moest toen beide doen. Hè? Je moest 1,5 jaar van een zustervak specialiseren. Toen kwamen dus die psychofarmaca, die toevalsontdekkingen. Stoffen tegen psychose, stoffen tegen depressie. Ja, dat vond ik fascinerend. Toen dacht ik, god, dat lichaam-zielprobleem wordt nu niet alleen maar een filosofisch probleem, maar dat kan je ook empirisch gaan benaderen. Want die vraag wordt dan, wat doen die farmaca in de hersenen? Wat is de basis van hun therapeutische werking? En de volgende vraag, die systemen waar die farmaca op werken, zijn die misschien gestoord bij die ziektebeelden waarvoor ze worden gebruikt, bij psychose, depressies? Zou het zo kunnen zijn dat die als het ware herstellen in de hersenen wat er gestoord is? Dus toen ben ik dus omgezwaaid naar psychiatrie. En dat vanaf het begin van mijn assistententijd, vanaf de eerste dag, ben ik onderzoek gaan doen. Maar nog even één ander ding. Ik heb nog even talk overwogen, want ik had ook, mag ik niet zeggen, literaire aspiraties. Ja, ik schreef. Ja. Ik was dus, als in de schoolkrant, maar ook, ik was literair redacteur van Forum Academiale. Dat was dus het Inter-Academiale Studentenblad in die jaren. Dus ik schreef ook essays, dat vind ik altijd altijd nog het mooiste. Maar ook verhalen, een paar gedichten en zo. Ik wou geen Neerlandicus worden of literator worden, maar ik had ook in dat kader van die belangstelling voor schrijven en essays grote belangstelling voor politiek. Mm-hmm. Ik ging vaak naar Den Haag, naar de Tweede Kamer luisteren. Toen ik dus, dat jaar dat ik eindexamen deed, 48, werd net opgericht de 7e faculteit in Amsterdam. Mm-hmm. En die afficheerde zich als de wetenschappelijke opleiding voor politici en journalisten. Toen nog even gedacht om dat te doen. Dat gaan ze weer, ja. Maar dat heb ik toch niet gedaan. En kunt u omschrijven wat altijd het onderwerp is geweest van uw onderzoek? Nou, eigenlijk de hoofdzaak is geweest, dus wat genoemd is biologische psychiatrie. Hè? Dus de relatie tussen hersenfunctie en gedrag. En ja, ik ben een arts, dus vooral tussen gestoorde hersenfunctie en gestoord gedrag. Hè? En hoe kan je via de hersenen, direct via de hersenen, eventueel gestoord gedrag verbeteren? Ja. Dat is het hoofdthema geweest, maar goed, daaromheen was het natuurlijk noodzakelijk, want dat was toch een vak waar empirisch onderzoek, toen ik begon,
eigenlijk nauwelijks bestond. Toen was ook natuurlijk de vraag, hoe diagnostiseer je nou, hoe classificeer je nou op een overdraagbare manier die psychiatrische toestanden? Mm-hmm. Hè, want in de jaren toen ik begon, toen had ieder tekstboek had zijn eigen diagnostische systeem. Er was geen enkele wereldwijde overeenstemming over. Dat maakte onderzoek onmogelijk. Mm-hmm. Want als de een beeld A, depressie of wat dan ook beschrijft op die manier en de ander op andere manier, ja, dan valt er geen herhaalbaar onderzoek te doen. Dus dat was een tweede punt van tot een hele leven lang door de diagnostiek in de psychiatrie, hoe kan je die verbeteren? En in de derde plaats, want dat was er ook niet, hoe kan je dat nou vastleggen, hoe kan je het meten? Ja. Heb je nou methoden, nee, die waren er dus niet, maar methoden ontwikkelen om gestoord gedrag vast te leggen, ook weer op een overdraagbare manier. Dus ja. Hersengedrag, maar daarbij diagnostiek, hoe maak je dat beter, uniformer, wereldwijd, en hoe meet je nou dat gestoorde gedrag op een betrouwbare en valide manier. Oké, en speelt de levensbeschouwing een rol binnen uw vakgebied? Nou, kijk, dat veel te weinig. Het vak is in de, wanneer is dat begonnen, dat kan je niet helemaal zeggen, maar natuurlijk de Freudiaanse ideeën, die hebben daar een belangrijke rol gespeeld in de secularisering van het vak, in de opvatting dat ergens religiositeit een neurose is, iets een overblijfsel uit een infantiel verleden, iets primitiefs, dat je dat moet overwinnen als het ware. Mm-hmm. Dat heeft zeer sterk wortel geschoten in die psychiatrie. Langzamerhand is die psychiatrie heel ver afgeraakt van dat element in het menselijk bestaan. En dat heb ik altijd ook schadelijk gevonden. Je kan dat niet zomaar buitensluiten. En omdat duidelijk is geworden langzamerhand dat religiositeit, en daar versta ik onder, dus die hang naar een verticale dimensie, hè? Die hang naar wat de Rijk noemt omhoog denken. Dus iets voor te stellen van een wereld voorbij die horizon, een soort van metafysische wereld. Al of niet met een concrete godsfiguur, godsbeeld. Dat is een normale persoonlijkheidstrek. Dat is niet iets, dat komt bij heel erg veel mensen voor. Ook in dit geseculariseerde land, laat staan in Amerika of Zuid-Europa of bij de islamieten. Dus dat kan je niet zomaar wegcijferen. Dat is een deel van die menselijke persoonlijkheid. En aangezien de analyse, de studie van de menselijke persoonlijkheid en de vraag hoe is die zo geworden, een integrale, een essentiële vraag in de psychiatrische diagnostiek is, mm-hmm. kan je dus religiositeit niet buitensluiten. En moet dat een onderdeel vormen van diagnostiek? In de zin, heeft dat nou betekenis? Speelt dat een rol of niet? En als het een rol speelt, wat voor rol? Een positieve of een negatieve? Wat is het gewicht van die factor in het leven? Is het erg belangrijk of is het niet zo belangrijk of is het bijzaak? Al die dingen, geloof ik, moeten mede in het onderzoek worden betrokken en in het therapeutische programma. Als er reden is te denken dat dat een rol speelt bij het ontstaan van de klachten, of juist bij de weerbaarheid van het individu, ja, dan moet dat ook in het therapeutische programma tot uiting komen. Maar ja, dan gaat het vooral over de patiënt. Maar heeft het dan ook bijvoorbeeld als wetenschapper, want wetenschappers hebben zelf natuurlijk ook een levensbeschouwing, speelt dat ook een rol? Kan dat nooit buitensluiten. Dat mag niet. Ik heb altijd geschreven en gezegd, luister mensen, wat je nou zelf denkt of gelooft of niet, mag geen rol spelen. Je bent de arts, jij verdiept je in de het leven van de levensbeschouwing, levenswijze van die meneer of vrouw die voor je zit. Of je nou zelf een atheïst bent, dat doet er niet toe. Je moet toch openstaan voor wat die patiënt jou vertelt. Ja. En wetenschap, ja. Want kijk, er is nog steeds te weinig onderzoek. Hè. We hebben een stichting Psychiatrie en Religie opgericht.
die probeert dat ook mede te verbeteren. Kijk, het moet natuurlijk wel onderzocht worden. Het moet onderzocht worden wat de rol is van religiositeit bij het ontstaan van depressie, bij psychose, bij noem maar op. En het moet ook onderzocht worden wat is de waarde van een betrekken van religiositeit in de behandeling voor de behandeling van die ziektebeelden. Dus, en daar schort er nog wel aan. Er wordt niet genoeg onderzoek gedaan. Het is ook moeilijk, want dat begrip religiositeit is natuurlijk niet zo makkelijk te omschrijven. Ook, er zijn natuurlijk enorm veel vragenlijsten, maar de validiteit is niet altijd zo groot. Dus ook daarvan nog veel te doen. Dus ja, het is belangrijk. Maar het moet wel empirisch worden vastgesteld. Wat is nou de betekenis voor de diagnose en wat is de betekenis voor de behandeling? Ja. Maar de opvatting van de psychiater, natuurlijk kan je dat niet helemaal buitensluiten. Je bent niet een soort van automaat. Ja. Maar het kan niet zo zijn dat die psychiater als het ware zijn eigen opvatting probeert op te dringen of op een of andere manier duidelijk te maken aan die patiënt. Dat doet niet ter zake. Doet het helemaal niet ter zake? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk wel, maar goed, dat zijn van die imponderabilia, dat een gelovig mens, een psychiater, een gelovige patiënt wat makkelijker zal kunnen benaderen. Dat gewoon wel. Dat een gelovige psychiater misschien toch wat een zekere mate van irritatie of onbegrip zou kunnen tonen bij een patiënt die volstrekt atheïst is. Dus dat is niet helemaal buiten te sluiten, maar ik geloof het moet niet een rol gaan spelen. Want dan zou je ook zeggen, waarom dan niet de politieke overtuiging? Of jouw ideeën over relaties, of over huwelijk, of over partnership. Dat kan natuurlijk niet. Nee. En hoe gaat het in het onderwijs? Speelt het daar een bepaalde rol? Nou, te weinig. Nee, daar streven wij naar. Ik ga binnenkort ook weer naar mijn oude afdeling spreken in Amerika, in New York. Ik vind dat religie, religiositeit. Hè. Voor religie vind ik het de mens gecomponeerde wereldbeschouwing, mensbeschouwing, levensbeschouwing, gebouwd op die hang, die behoefte aan die verticale dimensie. Ik vind dat religiositeit en religie moet worden ingebouwd in het opleidingsprogramma van psychiaters. Hoe precies, wat je nou moet instrueren, wat je moet bespreken, dat moet nauwkeurig worden vastgelegd. Maar ja, dat hoort wel. Het moet niet meer zomaar wat amateuristisch gepraat zijn. Nee, precies. En hoe gaat dat met bijvoorbeeld de interactie tussen collega's aan de koffietafel? Werden daar dat soort dingen besproken? Nee, even te weinig. En nu, kijk, ik ben wat dat betreft toch, nou ja, niet geen eenling, maar het is vooral in bij veel psychiaters, maar zeker bij hersenonderzoekers, hersen- en gedragsonderzoekers, dat vinden we allemaal onzin. Hè? Ook dat ik me daarvoor interesseer. Wat een kles, al die fantasieën. Waar hou je mee bezig? En dat vind ik dan weer onzinnig, maar goed. Nee, dat is natuurlijk, als er over gesproken wordt, ja, niet over de hele linie, maar globaal, en zeker bij mensen geïnteresseerd in die biologie van de hersenen, nee, wordt het meer gedevalueerd en een beetje geridiculiseerd dan gewaardeerd. Ja. En dat weet je ook van mensen, van die, wat noem je, die neuraal deterministen, hè? Dus religie is een brain state, een product van wat abnormaal functionerende zenuwcellen. Nee, het wordt niet erg naar waarde geschat. Nee.